Een transoesofagale echografie laat ons toe het hart te onderzoeken zonder dat de borstkas of de longen het zicht van de cardioloog tijdens het onderzoek belemmeren. Hier ziet u het materiaal dat voor dit onderzoek wordt gebruikt. Dit is een transoesofagale sonde met een klein ingebouwde camera bovenop. Hierover wordt een beschermende hoes aangebracht met het oog op het behouden van een goede hygiëne. Er wordt een spray met lokale verdovingsmiddel gebruikt om de keel te verdoven en de patiënt krijgt een licht kalmeringsmiddel toegediend. Dit is een voorbeeld van een slokdarmechografie. Hier ziet u dat er zeer kleine luchtbelletjes worden geïnjecteerd. Hiermee kan men zien of er bloed van rechts naar links stroomt via een doorlaatbaar foramen. Dit kan aan de oorsprong liggen van een vasculaire ischemische aanval. Soms worden er ook intraveneuze contrastproducten geïnjecteerd om de omtrek van het linkerventrikel beter te kunnen onderzoeken. Dit kan transthoracaal gebeuren of onder farmacologische belasting.